Jonge mensen, welkom terug bij een nieuwe video van YouTube. Zo, dat heb ik al heel lang niet gezegd. Voor de meeste mensen is het waarschijnlijk wel duidelijk geweest. Ik heb even pauze genomen van YouTube. Ik vond het niet lekker gaan. Dus ja, toen nam ik pauze. Maar ja, een pauze, dan kom je terug. Als jullie mijn Instagram post in de gaten hebben gehouden met oud en nieuw, hebben jullie gezien dat ik in 2019 terug zou komen. Nou, ik was gisteren toevallig jarig en nu ben ik 15 geworden, dus mag ik gaan werken. Althans, niet echt werken, maar ik mag vakken gaan vullen enzovoort. Dus daar ga ik ook voor kijken. En dan kan ik natuurlijk ook spullen gaan kopen, net zoals ik nu een nieuw standaard heb gekocht. Kan ik wel even laten zien als ik hem losmaak, de camera. Ik heb een heel nieuw standaard gekocht van Hamma. En ja, dat standaard, daar krijg je ook gelijk een tas bij. Die heb ik op bol.com besteld. Hij is heel chill. Je kan hem om nog lager zetten. Je kan hem omhoog zetten. Je kan alles draaien. Je kan dit zelfs helemaal zo draaien. Ja, alles erop en eraan. Maar ik ga natuurlijk ook sparen voor een goede computer. Zodat ik daar kan editen en games kan opnemen. Voor softboxen, microfoon. Echt alles wat een goede YouTuber nodig heeft ga ik voor sparen. En natuurlijk de videokwaliteit. Ik ga proberen op Full HD te kunnen laten spelen. Maar dat kan natuurlijk nu natuurlijk nog niet met deze camera. Dus moet ik ook een nieuwe camera kopen. En ja, natuurlijk ook een editingsprogramma. En een opnameprogramma. Voor de mensen die een goed editings- of opnameprogramma weten, laat het in de reacties weten. Het maakt niet uit of je moet betalen. Ik betaal het gewoon. Of het gratis is. Het maakt niet uit als het maar een goed programma is. Wat best wel redelijk is voor mij om mee te werken. Want ja, ik heb geen zin om urenlang uit te moeten zoeken van hoe wat en werkt. En dan pas kan opnemen. Dat is natuurlijk wel vervelend. Maar ja, misschien valt het te overwegen. Ik ben toevallig ziek, ook bij mijn verjaardag geweest, maar ik voel me ietsjes beter. Ik krijg een antibiotica of ja. En ik heb ook bloed moeten prikken omdat ze dat... Oké, joje mensen. Ik heb toevallig net gezien dat ik een stuk kwijt ben van mijn video. Maar ik wilde daar dus uitleggen omdat ze zeker wilden weten wat het was. Want ik had een paar weken daarvoor al last van mijn keel, een keelontsteking. Had ik ook een kuur voor gekregen, maar ik had blijkbaar weer een keelontsteking. Dus ze wilden zeker weten dat het niet iets anders was. Bleek gewoon nog steeds een hele hoge bacteriële infectie te zijn. En kreeg ik gewoon weer een kuur. En die heb ik nu bijna afgemaakt. Ik hoef vanavond alleen nog maar mijn laatste pil. En dan ben ik klaar met die kuur. En dan hoop ik dat het weer goed gaat. Ja, ga maar. Ja, kijk de rest van de video maar. En wat video's betreft, ik ga nog wel iedere zondag een video uploaden. Ja, iedere zondag nu. Want door de week op woensdag is het echt veel te druk voor mij. Want dan zit ik tot 3:30 op school of kwart. Ja, 3:30. En daarom op zondag misschien 2 keer per week een video. Maar dat weet ik nog niet. Je moet weer even rustig aan beginnen en inkomen. Ik ga natuurlijk ook proberen sketches te maken. Maar dan beter en minder gênant. Want daarom zijn die anderen ook, als je goed hebt opgelet, offline gehaald. Ik ga gamevideo's maken en natuurlijk ook vlogs. Ik ben ook een keer naar Disney geweest in mijn pauze. Ik heb wel gevlogd. Ja, niet echt gevlogd. Ik heb heel veel foto's en kleine filmpjes gemaakt. Ja, dat is het eigenlijk. Ik had niet echt zo van, hey leuk, we gaan vandaag dit en dat doen. Nee, kijk, wat gewoon gefilmd wat er allemaal gebeurde. Dus als jullie willen dat die video online komt, laat het even in de reacties weten. En doe een blauw duimpje omhoog. Maar ja, dit was eigenlijk dan de video. Het is gewoon heel kort om aan te kondigen dat RickTube terugkomt. En ja, tot de volgende keer.